Dit is een algemene reading voor de steenbok. Welkom. Ik ga kijken wat er door mag komen voor jullie. Iedereen bedankt voor het abonneren, doneren en lid worden. Dankjewel voor jullie steun. Steenbok. Vrede herstellen en oost-west thuis best. Vrede herstellen. ja, misschien heb je wat goed te maken. Misschien is er ruzie geweest, conflict geweest. De vrede herstellen. Maar het kan ook zijn de innerlijke vrede met het huis. Dat je heel erg onrustig bent geweest. Daarmee dus ja, de innerlijke vrede gaat herstellen. Ja, niet voor jou. Dus het kan inderdaad zijn dat je in een bepaalde situatie hebt gezeten wat heel veel onrust bracht. Wat niet voor jou was. Er was te veel strijd, dualiteit. Waardoor je dus ja, innerlijk heel veel onrust hebt ervaren. Wat het ook is geweest. Iets was niet voor jou de bedoeling of niet meer de bedoeling. Hè? Soms is het voor een tijdje de bedoeling geweest, waardevol geweest en. Ja, dan kom je erachter van oké, het is klaar. Ik voel dit niet meer. Maar toch vast blijven houden. Ja, dan wordt het toxisch, hè? Dan ga je dus die innerlijke onrust ook ervaren. En ben je erachter gekomen van nou ja, dit werkt niet meer voor mij. Hè, dus boven de dualiteit binnenin jezelf ook uitstijgen. Van nou ja, dit vind ik niet meer fijn. Of deze relatie dient niet meer voor mij. Of wat het ook mogen zijn. Dan serendipiteit. He, door jezelf weer in die innerlijke vrede te herstellen, heb ik het gevoel dat het vlucht gaat nemen. Je komt dus in een hele gelukkige tijd terecht. Ja, en ook met dat huis zie je het dus, he, bovenuit stijgen, boven die dualiteit uitstijgen. Twijfelen. Moet ik het vasthouden? Moet ik het loslaten? Is het de bedoeling nog? Is het niet de bedoeling? Ja, en dan kom je dus in hele toxische energie binnenin jezelf. En dat moet opgeruimd worden. Maar het kan ook buiten jezelf spelen, uiteraard. Ja, dat je bijvoorbeeld te lang in een relatie blijft hangen, omdat je ja, het niet helder hebt voor jezelf. En maar in die strijd blijft hangen. Maar het kan ook zijn intern. En in beide gevallen zal het opgeruimd moeten worden. Hè? Dus is het extern. Dan zou je uit die verbinding moeten gaan. En is het intern, dan ja, zal je dus boven die dualiteit moeten uitstijgen. Boven dat getwijfel, waar het ook mee te maken heeft. Je moet er bovenuit stijgen en een keuze maken van oké, ik ga er of wel mee door of niet mee door. Je bent er dus achter gekomen dat iets niet meer voor jou werkt. Iets is er niet meer voor jou. Niet meer waardevol op dit moment in jouw leven. Ja, dan mag je het vrij laten. Want als je dus in die twijfel blijft hangen, dat is sowieso wel toxische energie. Hè, continu in strijd bent met je hoofd en hart. Ja, dan maak je je energie ook toxisch.
Ja, 2-2 kaarten, wat jou dus ook uit balans hebt getrokken. Hè? Dat twijfelen, wikken, wegen. Hier zie je dus ook die balans terugkomen. Twee van bekers, dus het zou heel goed kunnen zijn dat je misschien tussen twee mensen moest kiezen. Dat je daar heel lang over getwijfeld hebt, de een of de ander, en er maar niet uitkwam. En daar toch een keuze in hebt gemaakt, zodat je toch weer die innerlijke vrede kan voelen. Ik lees hem even zo. De vier van munten bij niet voor jou. Dus je hebt heel lang vastgehouden aan iets wat niet meer dienend was. Je hebt een keuze moeten maken. Je hebt daar afstand van moeten creëren, zodat je het ook helder gaat zien. En ik heb het gevoel dat het antwoord of het inzicht is gebracht. Hè, met de schildknaap van zwaarden. Je hebt een overtocht gemaakt. De lampjes gaan aan en je ziet het. En nu is het tijd van herstel. Oké, ik heb mijn keuze gemaakt. Kies één van de twee. Of twee andere keuzes, het maakt niet uit. Hoeft niet per se een verbinding te zijn, maar het zou kunnen. Het ligt hier, dus daar speel ik dan op in. Maar het kunnen ook andere situaties zijn waar je maar niet in kon kiezen en jezelf helemaal toxisch hebt gemaakt in de energie. Ja, en dan is het tijd van reinigen, herstellen. In vrede zijn met je keuze die je gemaakt hebt. Hè? Dus niet weer gaan twijfelen over je gemaakte keuze, maar echt achter je keuze ook kunnen en durven staan. Serendipiteit, nog een vierkaart. Nou, vieren verwijzen eigenlijk naar de stabiliteit. Hè? Dus je hebt echt stabiliteit en balans nodig. En ja, dat ga je creëren. De spirit komt jou ook iets leveren, dat klavertje 4. Alleen je ziet het nog niet, je zit nog in je herstelperiode. Je energie is nog aan het zuiveren, je bent nog aan het verankeren. Want als je in twijfel zit, dan stijg je dus ook naar boven. Hè? Dan ben je ook niet verankerd. Dus je bent ook aan het verankeren momenteel. En dat heeft ook allemaal tijd nodig. Twee van zwaarden, ja, dat is de kaart van ik kan niet kiezen tussen twee mensen of twee situaties. Ik kan maar niet kiezen. Ja, en dat heeft je heel erg veel in disbalans gebracht in de energie. En dat moet hersteld worden, zodat je het kan gaan verankeren. Drie van munten, de samenwerking. Maar voornamelijk eigenlijk de eenheid, hè, de drie-eenheid. Lichaam, geest en ziel moet weer helemaal in balans worden gebracht. Want ik heb het gevoel dat wat die keuze ook voor jou is geweest, jou helemaal uit elkaar heeft getrokken. En heel erg uit balans heeft gehaald. Maar daar gaat verandering in komen. En mocht je nu in deze situatie zitten van ik kan niet kiezen, dan zal je dus moeten kiezen. Om die innerlijke vrede te krijgen en het geluk weer te voelen, de vervulling weer te krijgen, zal je dus een keuze moeten maken. Als ik dan even kijk naar de onderste drie kaarten, dan kijk je echt nog weg. Je lijkt wel in een nog een soort van ontkenning. Het gaat er niet om welke keuze jij maakt, hè? Als je daar bang voor bent. Van ja, maak ik de juiste keuze, ja of nee? Daar moet je niet van uitgaan. De keuze is altijd goed. De keuze is altijd goed. Het brengt je altijd naar een bepaald pad wat voor jou nodig is. Maar maak die keuze, want anders kom je in een hele slechte energie terecht en daar wil je echt niet in zitten. En voornamelijk in je hoofd, in je lichaam. Je gaat jezelf ziek maken, vermoeid maken. Steeds meer in verwarring zetten. Dus maak een keuze. Wees niet bang dat je een verkeerde keuze maakt, want een verkeerde keuze bestaat niet. Dat is de illusie. Een verkeerde keuze maken bestaat niet. Ik wil even nog wat kaarten zien op die de innerlijke conflicten op deze drie onderste. Ja. Zeven van bekers, dat is de kaart van de verwarring. Geen keuze kunnen maken.
Dus waarschijnlijk zit er iemand te kijken die dus nog steeds geen keuze kan maken. Waar hangt die keuze van af voor de steenbok? Ja, of het je wel of geen bevrijding gaat geven. Is het stabiel genoeg? Ja, daar kan je alleen maar achter komen als je het ook gaat kiezen. Want door in twijfel te blijven ga je het nooit ervaren. Kijk, en misschien kom je er wel over een tijdje achter van, nou ja, oké, ik heb deze richting gekozen en deze keuze gemaakt, maar het blijkt toch niet zo te zijn. Dan kan je altijd weer kiezen. Maar dan weet je het helemaal 100% zeker. Oké, nu heb ik er alles aan gedaan. Nu weet ik, dit is niet de richting. Ik ga toch een andere keuze maken. Kan altijd. Kan altijd. Als je een keuze maakt, betekent dat niet dat het in steen staat. Hè, dat het niet vaststaat. Keuzes kunnen we elke dag maken. We kunnen altijd weer veranderen. We zitten nergens aan vast. Dat is het hoofd die dat denkt. Hé, ja, nou, dan heb ik deze keuze gemaakt, dus nu zit ik eraan vast. Nee, natuurlijk niet. Dus maak gewoon een keuze en kijk waar het je brengt. Maak die overtocht. En zorg voor die innerlijke vrede. En als je er dan over een tijdje achter komt van, nou ja, nee, dit is het toch niet. Oké, we maken gewoon een nieuwe keuze. Klaar. Geen oordeel. Niet moeilijk overdoen. Het is wat het is. En move on. Move on. Zet jezelf niet vast hier in dat getwijfel en dat gedraai en twijfelen. En ja, dat kan heel toxisch werken in je energie. Zeker in je spirituele reis. Dat is dodelijk. Dat is echt dodelijk voor de energie. Dus maak gewoon een keuze. Zo van, oké, nou ja, naar mijn beste weten neem ik deze richting, deze keuze. Maak ik en we zien wel waar het schip strandt. Ja, en misschien kom je erachter van, wat een bijzondere mooie richting heb ik toch voor mezelf uitgekozen. Dat kan ook. Hier is ineens al het geluk. Ineens gaat alles jouw kant op draaien en je denkt van, nou, dat had ik nooit verwacht. Waar heb ik al die tijd over getwijfeld, zeg? Dat kan ook gebeuren. Goed, Steenbok, dit is jullie reading. Ik dank je wel voor het kijken en je aanwezigheid. En wie weet zie ik je snel weer terug. Doei doei!